Compositie draait om het rangschikken van elementen in je beeld. Een goede compositie betekent dat elk element in het beeld precies staat waar die thuis hoort. Wil je nou aan de gang met die compositie? Dan zijn er verschillende regels die je kunt gebruiken als handreiking om een orde te scheppen in de grote chaos van alle elementen die je tegenkomt. En een van de handigste regels is de regel van derden of de gulden snede. Dat kan je helpen om een foto al snel veel pakkender en veel interessanter te maken. De gulden snede gaat erom dat ons menselijk oog eigenlijk nooit naar het midden van het beeld kijkt, maar als vanzelf wordt getrokken door een viertal punten rond dat midden. En dat worden de gulden snedepunten genoemd. Laat je daar nou als fotograaf iets gebeuren, zet je daar nou iets moois neer of je onderwerp neer, dan ziet zo'n foto er als vanzelf veel spannender uit dan als je je onderwerp in het midden zet. Wanneer je als fotograaf aan de slag gaat met groothoek, dus een groot beeld, dan zul je merken dat de achtergrond heel erg verkleint. Zo'n beeld wordt beslagen voor een heel groot gedeelte door de voorgrond. Dus het is vooral handig om na te denken over een goed, interessante, mooie voorgrond. Wanneer je als fotograaf aan de slag gaat met deze compositieregels, zul je merken dat je vaak toch losse elementen in je beeld hebt. En om die kijker te helpen op een logische manier door jouw beeld heen te wandelen, is het handig om te werken met lijnen. Lijnen verbinden onderdelen. Denk aan een boomstam die in de voorgrond ligt of een lijn langs het water. Op die manier kun je een voorgrond met een achtergrond verbinden of links met rechts verbinden. Zie deze regels vooral als handreiking die je kunt gebruiken. En niet alleen in de natuurfotografie, maar in eigenlijk alle takken van fotografie.